Ik ben Barbara van Erp. Ik woon in dit huis in Amsterdam Centrum met mijn twee zoontjes. Morris die is 9 en Felix die is alweer 15. En met mijn man Thomas die cabaretier is. We wonen dus echt hartje centrum. Dat vinden mensen wel eens raar. Want er zijn eigenlijk alleen maar toeristen en mensen die uitgaan. Maar er is ook een hele community van jonge gezinnen. We wonen vlakbij school en de ijssalon is er en speeltuinen. De kinderen zijn hier heel gelukkig opgegroeid volgens mij. En ik vind het een heerlijke, wilde plek waar je ook 's avonds even op het terrasje kan gaan zitten, maar ook 's morgens kan gaan zwemmen in de gracht. Wij willen hier nooit meer weg, denk ik. Ik laat jullie mijn tweede huis zien. We gaan naar kantoor. Nou, dit is natuurlijk een plek waar ik ook heel veel ben. Dit is mijn kantoor. En het voelt heel erg als een tweede thuis. Dat is ontzettend fijn om te hebben. Ik heb altijd in loondienst gewerkt in van die grote glimmende kantoorgebouwen waar je eigenlijk nooit echt thuis voelt, niet je eigen koffie hebt. En hier kan ik gewoon helemaal mezelf zijn en mijn eigen omgeving maken. Ik heb 5 jaar geleden ontslag genomen en toen ben ik voor mezelf begonnen. Ik ben een online uitgeverij begonnen met allerlei verschillende titels. Een van die titels vonden onze lezers zo leuk en dat is Saar Magazine. En wij maken het magazine hier en dat is ontzettend leuk om weer te doen. Zo, lekker weekend. Ja, bij ons in de buurt is natuurlijk ontzettend veel eten af te halen. Het wordt allemaal vers voor je neus gemaakt. Dus dat is wel heel verleidelijk om daar door de week gebruik van te maken. Thaise tentjes, India's, Chinees, alles is er. Maar in het weekend maak ik er een punt van om echt te koken. En dan komen de mensen eten en dan is het altijd gezellig. En dat is echt een heel fijn moment van thuis zijn.